Maurice, wat is jouw laatste herinnering aan het voetballen tegen Tal? Ja, we hebben niet veel tegen elkaar gevoetbald. Hij is natuurlijk een generatie ouder. Hè? Dat is, veel ouder. Maar ze heeft dan even veel ballen gekopt, maar dat is in zijn geval ook niet waar. Nee, dat waren altijd pittige duels op het veld. En dan kneep ik hem wel eens in zijn zak en hij gebruikte wel eens een elleboog. Maar na de wedstrijd stonden wij langs elkaar aan de bar een pintje te pakken. Ja, klopt allemaal. Ja. We hebben nog een goal van jou uit jouw eigen archief. Er zijn er vele geweest. Ja, hier komt hij tegen VVV. Weet je nog wanneer dat was? Ja, dat moet even kijken. Ja, toen werden we al langzaam goed. Dus dat moet, Toen had je nog 9. Ja, nee, 4 toen was dat. Toen had je nog spits. Ik denk, ja, 1990 of zo zal het zijn geweest. Ja. Maar kijk, weet je, Maurice, ik heb nooit verloren en gelijk gespeeld tegen VVV. En Venlo had altijd een hele nette, op jouw na natuurlijk, maar een nette ploeg, voetballende ploeg. En wij had je altijd het gevoel, we hebben een keer 4-0 gewonnen, 7-0 gewonnen. 7-1. En Venlo was dan, dat was niet de beste tijd van Venlo, moet ik erbij vertellen. Want ze hebben ook een paar hele goede jaren bij jullie gehad, met Reniers enzovoort. Mm. Maar het was een hele nette ploeg waar je geen angst voor had. Daar ging je, ik zei altijd, we gaan op de sandalen, of op de loofertjes gaan we naar Venlo toe, daarna een potje bier. Op een gegeven moment kwam daar Polman en Jijn Hansen. Maar ik heb bij Roda ook tegen je gevoel. Dat klopt, toen hadden jullie wel een ander elftal. En toen gingen jullie eruit. Ja, dat weet ik nog wel, dan hadden jullie ook een goede elftal. Maar daar was de rivaliteit ook groter, hè? Een beetje wat we gisteren bij Was het vooral de rivaliteit op het veld. Nou wordt het gekweekt buiten het veld om bij de derby's. Het slaat ook een beetje door wel. Hoe heb jij gekeken naar Ajax-PSV en al die opstootjes? Ja, ik vond het eerlijk gezegd een wanvertoning. Ik vond het een heel slechte wedstrijd. Maar al die opstootjes, ik begreep eerlijk gezegd niet waarom de scheidsrechters zo laks ingrijpen. Hè? Want volgens mij zijn er 1 of 2 gele kaarten gevallen. Je hoeft maar ergens een bal tegen je hand te krijgen op een verkeerde plek. Je krijgt geel en als je een beetje pech hebt, zelfs rood. En dit kon allemaal ongestraft. Die wedstrijd wordt uitgezonden op een tijdstip dat heel veel jonge kinderen ook naar voetbal zitten te kijken. Ja. Ik denk dat die kinderen nu denken van dit kan allemaal op het veld, dat is normaal. Ik vond het echt, ik vond het een wanvertoning. Stonden jullie vooraan bij opstootjes? Ja. We hebben een keer de speler van Loenen bij Roda. Daar zijn ook beelden van, die gaan we niet zoeken nu. Dat Alfons Arts zijn nu aan het zoeken, hè? Schopte John van Loenen de lucht in. En ik weet nog goed dat ik was de eerste en Henk Vrezen was de tweede die erbij was. Maar dan is dat even een kort opstootje. Mm. Even ervoor springen en we weg. Dus na 3 seconden zakt er adrenaline. Maar ja, dit was gisteren, leek wel rugby met de reserves erbij. 30-30 of zo op het veld.